Volgende vraag. Wat is een lockdown? Lockdown, niet meer beneden. En dan de volgende vraag, ook een hele moeilijke. Wat bedoelt men met een superverspreider? Superverspreider? Ja, de postbom? Ja. De mannen van de jeugdraad. Ja, ja, we komen eens op campbezoek, eens zien hoe dat jullie hier zitten allemaal. Ja. Er is een camppakket bij? Nee, dat wordt nog opgestuurd. Ah, dat is goed, niet vergeten. Nee. Hè. Zeg maar, dat is gewoon terrein en zoveel tenten zijn, amai. Ja, ja, we hebben een groot speelbos en al daar. Ja, verre, maar amai, gingen we in zo'n grote hoop op dansen en zo. Amai, het is hier wel plezant. Het is heel, ja, heel tof. Ja. Ja. En goed geamuseerd. Goeie weer erbij, dus. We moeten meer hebben. Het is dat. Hebben jullie zin in de roefeldag? Ja! Maar we zijn echt er met kei veel in onze roefelbubbel! Oh. Hey. Hey, hey, hey! Is het nu buitengewoon gewoon? Buitengewoon gewoon! En zo zijn we een jaar verder. We zijn een greep uit onze evenementen en activiteiten die we afgelopen jaar niet konden organiseren. En zo zal elke vereniging wel een filmpje in elkaar kunnen steken, want wat als? Maar we moeten er samen door en het licht aan het einde van het tunnel is in zicht. Nog even volhouden dus.